Door een omvangrijke technische storing komt de woensdageditie van Leeuwarden Courant vandaag later bij de abonnees. Hoeveel tijd de bezorging zal schelen is op dit moment nog onbekend. Door de storing bij de drukpers in Leeuwarden moet een groot deel van de oplage van de krant gedrukt worden bij Dagblad van het Noorden in Groningen. Wat is hier nou precies aan de hand in de drukkerij NDC? In Leeuwarden hebben ze een storing op lijn C met de rolwisselaar 8. En dat houdt in? Waar 24 volt erheen gegaan zou moeten gaan, is 400 volt doorgegaan. En die staat nu in storing. Dus vandaar dat we en in Leeuwarden op de oude lijn en op de, hier in Groningen dat we LC gaan produceren. En wat betekent dat voor jullie? Hier in Groningen moet je? Ja, hier op de werkvloer. Nou ja, even ad hoc de boel ombouwen en dan krantje draaien die anders nooit draait. Maar het is verder wel gewoon routinewerk. Je krijgt je krantje, je drukt hem eruit en je gaat weer verder met de dagelijkse. Ja, nou ja, je kunt zien, hè, alles draait mooi. Dus er is geen probleem. Beide pers zijn gelijk, dus er is geen probleem. U gaat zometeen de kranten met hoge snelheid naar Leeuwarden brengen? Ja, zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk, zo snel als het mag of zo snel als de baas het wil? Ja, zo snel als de vrachtauto kan. Thank you.